Suriname zal niet bespaard blijven van klimaatverandering. Dit zegt Paul Fortuyn, gastdocent atmosferische dynamica aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Hij sprak donderdag bij een lezing over atmosferisch onderzoek in Suriname. Fortuyn geeft aan dat na verschillende metingen heel wat veranderingen in ons klimaat zijn geconstateerd. Dus, als je dit zo bekijkt, dan is er echt iets fundamenteels aan het veranderen. Een tweede QBO-week wordt dit de nieuwe realiteit. En die opwarming in de troposfeer die doorzet, veranderingen lijken systematisch. En dit kan klimaatverandering zijn, hoogstwaarschijnlijk. En dat ervaren we nu ook. En die QBO-week, ja, die gaat het spel helemaal veranderen. Heel ander soort weer kunnen we gaan meemaken. Dus, dat is de realiteit. Fortuyn zegt dat Suriname en het Caribisch gebied mogelijk heel andere weersverschijnselen zullen meemaken dan wat zij gewend waren. De verschillende metingen geven aan welke veranderingen het fenomeen El Niño met zich mee heeft gebracht in de afgelopen jaren. De lezing is gehouden in het campuscafé van de universiteit. Sranantongo-icoon Eddie van der Hilst is gistermiddag naar zijn laatste rustplaats gebracht op de RK Begraafplaats. De rouwdienst was in de Sint-Petrus- en Paulus-kathedraal. Daarbij hebben vrienden, kennissen en familie verteld hoe zij hem hebben ervaren. Van der Hill studeerde linguïstiek, met name Afrikaanse en Krioltalen, aan de Rijksuniversiteit Leiden. Hij was lid van de Nationale Spellingcommissie van 1984 voor het Sranantongo. Daarna adviseerde hij deze in 1986 de nieuwe officiële spelling. Dit advies werd in de resolutie Sranantongo Spelling van 1986 vervat. Hij was ook actief binnen de stichting Sranang Academia, die zich beijverde om het Sranang te bestuderen en te promoten. Verder heeft hij 8 Sranantongo-publicaties op zijn naam staan. In 1987 begon hij met een cursus Sranang bij de STVS, die hem inspireerde tot de uitgifte van het Sranantongo spelling- en grammaticaboek Skrivi Sranantongo Boeng, Lazy in Boengtu. Een boek dat door veel Sranantongo-sprekers en schrijvers nog steeds wordt gebruikt. Alle Surinaamse auteurs die de laatste 30 jaar iets in Sranantongo publiceerden, hebben Van der Hills geconsulteerd. Eddie Van der Hills werd 78 jaar.